Waar gaat u naartoe? Naar Sochi. Wij gaan naar Sochi, naar de Olympische Winterspelen. Ja, we hebben er heel erg lang naar uitgekeken. We gaan naar prachtige onderdelen. We gaan naar het schansspringen, naar het snowboarden, naar de 500 meter, schaatsen. En we gaan naar het koningsnummer, de afdaling. En waar kijken jullie het meest naar uit? Onze favoriet is Mulder, want die gaat natuurlijk goud pakken op de 500 meter. En zijn broer pakt zilver, dus dat wordt helemaal geweldig. Ik als lid van de technische commissie van de Internationale Schaatsunie daar een taak heb om mee te helpen. Ervoor te zorgen dat de wedstrijden goed verlopen. Als klein meisje heb je altijd al de droom van oh, die Olympische Spelen, daar wil ik ooit toch wel eens een keertje naartoe. Ja, de Spelen, dat heeft natuurlijk iets magisch en iets apart. Wij gaan al jaren naar schaatswedstrijden. En ja, schaatsen op de Olympische Winterspelen is natuurlijk iets heel speciaals. Zij gaat al vanaf 1988 Calgary voor het eerst geweest. En het worden nu de zesde Spelen voor mij. Hebben jullie een favoriet? Bob de Jong. Dat is gekomen in 1996 in Calgary. Toen werd hij voor het eerst wereldkampioen junior. En daar waren wij bij. Veertien. Ze zeggen van 9, maar laten we hopen dat we dat halen. Wie weet. Dat is wel heel optimistisch. Ik ga voor 12.